Net buiten Arnhem in de gemeente Roosendaal staat Hospice Rozenheuvel. Ik ga eens kijken hoe ze daar te werk gaan en ik proef even de sfeer. U kijkt naar Dit is Arnhem. Voor wie is Hospice Rozenheuvel bedoeld? Hospice Rozenheuvel is bedoeld voor mensen die in de laatste levensfase zijn aangekomen en die zorg nodig hebben op allerlei fronten, lichamelijk, maar ook psychisch. En die zorg bieden wij hier. En ja, dat zijn meestal mensen die echt hier ook gaan overlijden. Die hier dus echt de laatste levensfase helemaal afronden. En soms komen mensen ook tijdelijk. Dat is iets wat we steeds meer ook gaan proberen te doen. Een hele hoop mensen geven aan dat ze eigenlijk toch wel heel graag thuis willen overlijden. Dat is van de meeste mensen de wens. En soms zijn er redenen van pijn of misselijkheid, benauwdheid, klachten. Waardoor mensen uiteindelijk opgenomen worden of in een ziekenhuis of in het hospice. En dan van oudsher zouden mensen dan daar ook overlijden. En we proberen nu steeds meer naartoe te werken om dan die klachten te bestrijden hier. Goede afspraken te maken, goede medicatieinstelling. We volgen die mensen dan 24 uur per dag omdat we die verpleegkundige en medische zorg hier hebben. En zijn dan de klachten onder controle en iemand wil thuis overlijden, dan kan iemand weer teruggaan naar huis en daar sterven. Waar komt het woord hospice vandaan en hoe lang bestaat dat al in Nederland? Hoe lang het precies bestaat in Nederland weet ik niet. Wij bestaan vanaf 1994 als hospice. En ja, de letterlijke vertaling hospice komt van hospitium af en dat is herberg. Nou, herberg is eigenlijk een soort thuis bieden, zeg maar, van oudsher de betekenis. En dat is ook wat we willen doen. Als mensen niet thuis kunnen sterven, dan willen wij een zo goed mogelijk thuis bieden in plaats van het echte thuis. Als je eens om je heen kijkt in de omgeving, dan is het wel echt een prachtige plek om ook je laatste dagen door te brengen. Ja, het is qua locatie, qua gebouw, het is prachtig. Het is prachtig. Dus ja, als het toch ergens moet, dan denk ik dat we een hele goede tweede thuis kunnen bieden aan mensen. We staan nu in de centrale hal in het gebouw van Rozenheuvel. Hoe oud is het gebouw eigenlijk? Rond 1870 is de bouw gestart van dit huis. En het was in opdracht van baron van Palland. Die woonde in kasteel Roosendaal in die tijd. Was ook burgemeester van Roosendaal. En het was in een kasteel is het echt veel te koud om te wonen in de winter. Dus die heeft dit huis laten bouwen als een winterverblijf. Nou, net na de Tweede Wereldoorlog heeft het Leger des Heils het pand verworven. En het heeft meerdere functies gekregen, maar sinds 1994 heeft het de functie van hospice gekregen. En wij zijn nog steeds onderdeel van het Leger des Heils. Ja. Wat kunt u vertellen over de geestelijke zorg en de lichamelijke zorg en de begeleiding van jullie gasten? Nou, mensen zijn eigenlijk allemaal in een moeilijke periode van hun leven dat ze hier komen. En er zijn altijd en lichamelijke problemen, maar er is bijna ook altijd crisis, emotionele crisis. En vaak, en bijna alle mensen hebben ook zingevingsvragen of zingevingsproblemen. Het is eigenlijk de taak van alle medewerkers om daar aandacht voor te hebben. Wel is het zo dat de verpleegkundigen, dus iedereen heeft aandacht voor al die dimensies van zorg, zeg maar, het psychische, het geestelijke, het lichamelijke. Maar natuurlijk heeft de verpleegkundige daar veel meer haar specialiteit in. En ik ben hier psychosociaal medewerker en heb als aandachtsveld vooral het emotionele en ook de familie, de vrienden, dus het sociale veld om de gast heen. En ook het spirituele of de zingeving komt daarbij. Maar dat doe ik samen met ook Gerry Kat. Zij is hier geestelijk verzorger. En Gerry Kat is major van het Leger des Heils.
En zij richt zich nog meer op het pastorale deel, voor de mensen die gelovig zijn, zeg maar, die christelijk zijn. Kun je zeggen dat elke gast die hier komt voor een bepaalde tijd, het is vaak een kortere duur, dat hij of zij ook altijd open staat voor alles wat jullie bieden? Nee, en dat hoeft ook helemaal niet. Dus het is de kunst om het af te stemmen op wat iemand nodig heeft. Dus dat doen we ook met terughoudendheid. Zoals ik ga niet bij alle gasten naar binnen. Heel vaak maak ik kort kennis. Maar daar kan het ook heel goed bij blijven. Dus we willen mensen worden hier al. Er zijn veel medewerkers, er zijn veel vrijwilligers. Dus we willen niet dat mensen... Mensen hoeven niet met ons bezig. Het moet ondersteunend zijn aan wat de mensen hier nodig hebben, zeg maar. Dus dat is een kwestie van ervaring en goed aanvoelen. En vooral ook met elkaar bespreken in het team. Wat heeft deze gast nodig? En wie kunnen dat het beste bieden, zeg maar. Dus elke week bespreken we dat ook in het team met alle medewerkers. Nou is er in de hal van het gebouw ook een kerkdienst. Hoe ziet dat eruit? Nou, dat doen we op maandagochtend. Dan is er we noemen het de weekopening, maar het is een korte kerkdienst van een half uur. En daar zijn alle gasten bij welkom en ook hun familie en ook alle medewerkers en vrijwilligers. Het is absoluut niet een verplichting of zo. Dus als je daar niets mee te maken wilt hebben, dan is het ook helemaal prima. Maar het is, er wordt voorgegaan, zeg maar, door allerlei voorgangers uit diverse kerken van Arnhem en omgeving. En Roosendaal en Velp en omgeving. En hoe het eruit ziet, eigenlijk wat het centrale deel is, is dat er gebeden wordt voor alle gasten, dat hun naam wordt genoemd. En dat er dan een lichtje wordt aangestoken. En dat kan je hier nog zien. Dit is van vanochtend, dat een lichtje werd aangestoken voor de gasten van vanochtend. En we merken dat ook mensen die niets met geloof hebben, nou, daar steun aan hebben. Dat je naam wordt genoemd in een kring van mensen die bij ze stilstaan en dat er een licht wordt aangestoken als het voor de tijden dat het moeilijk is. En dat is een van de dingen dat we merken, dat rituelen, symboliek, dat het heel veel troost biedt. Juist als er geen woorden meer zijn of als het zo moeilijk is om ergens woorden aan te geven. Hoe is het werk voor jou? Hoe ga je ermee om dat ook mensen er niet meer zullen zijn? Ja. Ik merk dat ik daar aan twijfel. Want aan de ene, het is het mooiste werk wat ik kan bedenken. Ik bedoel, doe het echt met hart en ziel en heel erg graag. En het is soms ook zwaar. Maar het is anders dan als het een sterven is in je eigen familie, zeg maar. Dus in die zin is het echt anders. Maar het is niet, maar het komt wel binnen. Dus het is heel intiem. Het is intiem werken met mensen of heel intiem dicht bij mensen zijn. En wat het bijzondere is, dat mensen geen maskers meer op hebben. Dus heel erg zichzelf zijn. En kwetsbaar. En dat je heel dichtbij mag komen. En het over zeer wezenlijke onderwerpen hebt. Van leven en dood. En wat daarin prioriteiten heeft. Over de liefde en de familie. En dat is heel bijzonder om daarin te mogen delen. En soms ook net nog wat te kunnen bieden misschien. Wat mensen helpt. Of helpt om afscheid te nemen, bijvoorbeeld. Het is natuurlijk... Mensen moeten afscheid nemen van het leven. Moeten afscheid nemen van alle mensen om hun heen. En dat geldt ook voor de familie en de vrienden. Die moeten ook afscheid nemen. En dat zijn wel zware processen. En soms is het prettig als er dan een vreemde zoals ik bij kan zijn. Als een soort anker, zeg maar. Wie werken hier allemaal? Er werken hier 24 uur per dag verpleegkundigen. En ook verzorgende. En dat is wel het bijzondere, omdat we een high care hospice zijn. Dan is er een eigen team van verpleegkundigen die 24 uur zorg bieden. En daarnaast is er een arts die elke dag, door de week, elke dag aanwezig is. En in de avonden en de nachten en in de weekenden oproepbaar is. En daar is op elk moment mee te overleggen. Dan hebben we een geestelijk verzorger of pastoraal werker. Dat is een majoor van het Leger des Heils. Ik werk hier. We hebben een creatief therapeut
en een muziektherapeut, huishoudelijk medewerkers, een secretaresse, een manager en heel veel vrijwilligers. Zonder wie we deze zorg niet konden geven. Ja, een van die vrijwilligers waar Rozenheuvel op draait, dat bent u, Marijke. Maar hoeveel vrijwilligers zijn er wel niet? Ruim 100, waarvan 40 zorgvrijwilligers, 40 kookvrijwilligers, mannen en vrouwen. We hebben 10 vrijwilligers in de receptie, die de receptie draaien. Er zijn dames die verzorgen de bloemen. We hebben een tuinman die 1 keer in de week komt. En de tuin ziet er ook fantastisch mooi uit. En we hebben nog een technische dienst die allerlei klusjes in en om het huis verzorgt. Dus ruim 100 mensen. En wie stuurt al die vrijwilligers aan? En dat is onze coördinator Nancy. Zij neemt de mensen ook aan. Zij toetsen of mensen ook wat hun motivatie is om hier te gaan werken als vrijwilligster. En naar gebleken geschiktheid draaien ze 4 keer mee met een zorgvrijwilligster die al wat langer is. En ze hebben, als ze dus besluiten om te gaan starten, worden ze ingedeeld en krijgen ze ook een cursus. Die heel veelomvattend is en waar je ontzettend veel aan kan hebben in je werk hier in het hospice. En wat wordt de gasten overdag aangeboden aan activiteiten? Nou, zoals al verteld is er een muziektherapeute en een creatief therapeut. En de zorgvrijwilligers die hebben alle tijd na alle dagelijkse beslommeringen die er altijd moeten gebeuren om met de gasten te praten, maar ook om een spelletje te doen. Eventueel mooie muziek voor ze uit te zoeken of een boek, eventueel een boek te lezen voor ze. Of alleen er maar te zijn. En dat kan net zo belangrijk zijn. En wat vindt u mooi aan het werk? Persoonlijk heeft het me heel veel gebracht. Doordat je in contact komt met zo'n grote diversiteit aan mensen. Dat je begrijpt dat het leven echt eindig kan zijn. En niet alleen als je heel oud bent, maar ook als je jong bent. En dat je daarin hier wel een spiegel voor gehouden krijgt. U legt uw contacten met de gasten. Zijn die contacten soms ook vrij intens en dat u eigenlijk het ook moeilijk vindt om het los te laten? Dat kan, maar ook daarin word je wel getraind en kun je heel goed, mocht het eventueel een probleem voor je zijn, omdat je ermee naar huis gaat, kun je dat heel goed bespreekbaar maken met de geestelijk verzorgster hier of eventueel een collega vrijwilligster. En dat is ook wel heel goed om alles te ventileren. Niet zozeer om een soort geheim over te brengen, maar wel zozeer waar blijf je mee zitten. En dat kan in het begin best wel eens een obstakel zijn. Nu gaat het hier om 10 gasten die Rozenheuvel heeft. Ziet u al deze 10 mensen of raakt u verbonden met 1 of 2? Nee, dat willen we eigenlijk ook een beetje voorkomen. Want dan zou je misschien heel erg kunnen hechten aan 1 specifieke persoon. En dat maakt het dan toch wel een beetje moeilijker om te werken, vind ik persoonlijk. Dus we gaan ervan uit dat wanneer we hier 1 keer in de week zijn, dat we weliswaar op dezelfde kamer werken waarvan we de gast al kennen. Maar kunnen we dat eventueel wisselen met een andere collega, dan gaan we dat ook zeker doen om niet die enorme hechting te krijgen. En daarnaast willen we voorkomen dat er te veel mensen, te veel gezichten op 1 kamer zijn. Hoe zou u tot slot Rozenheuvel kunnen omschrijven? Ja, hoe zou ik dat kunnen omschrijven? Het is een fantastische oase van rust waar mensen alles los kunnen laten.